Midden september ging in het Stedelijk Museum de tentoonstelling Kilt Art20 open. Roermond is de enige Nederlandse stad die de expositie aandoet. Hierna reist ze wel nog verder door Europa. Op deze expositie zijn verschillende werken van de internationale kunstenaarsgroep Kilt Art te zien. Al deze kunstenaars beoefenen de kunst van het kilt maken. Ze hebben allemaal hun eigen stijl. De een kiest voor grafische vormen, terwijl de andere voor een wat lossere aanpak kiest. Ook qua kleur is er veel verschil. De een kiest voor felle kleuren, terwijl iemand anders juist voor donkere kleuren kiest. Tijdens de expositie is Dirkje van der Hoort-Speetsma op de donderdag en vrijdag aanwezig en werkt daar aan haar kunstwerken. De expositie is nog tot 7 januari 2007 te zien.